Thijs heb ik een weekend lang gevist vanaf de kant. Dit weekend behoort tot een van mijn meest gruwelijke avonturen tot nu toe. Deze dagen stonden in het teken van grote baars en snoekbaars. En of dat gelukt is. Het baarseizoen staat voor de deur en dat is goed te merken. De vangsten lopen op en het duurt niet lang meer voordat het helemaal losgaat. In deel 1 kun je zien hoe wij onze dag begonnen en wat voor grote baars wij gevangen hebben. Deze video is het vervolg. We vissen met verschillende aasjes en technieken op een groot water bij de rivier. In de middag wordt het complete chaos. We krijgen overal aanbeten, we vangen overal vis en dit is hoe het eraan toe ging. Op de Carolina rig, klein creature bait eraan. En dan langzaam over de bodem trekken. Ja, het heeft gewerkt. En dan eens kijken hoe die hem naar binnen heeft. Werkt, dat werkt gewoon. Nou, daar gaat hij weer. Houdoe. Wiets heeft vis. Yes. Kijk eens wat er boven komt draaien. Een baarsie. Hoepla. Zie je wel mensen, het is niet altijd om de grote baars. Hè? Hij is wel kapot. Eén visie, maar ze doen het wel. Daar gaat hij. We hebben de planning staan om vanavond lekker naar de rivier toe te gaan. Kruipen we de rivier op, krip op, een paar stekken afvissen. Op snoekbaars in ieder geval. We weten uit het verleden dat hij gewoon goed deden. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Zometeen even lekker wat eten en dan kunnen we achter de snoekbaars aan. Jazeker. Maar dat moet wel gelukken volgens mij thuis, of niet? Ja, denk het wel. Jongens, wij nemen jullie mee. Op naar de volgende vis. Zo stom ik ben stom geweest. Deze prachtige drone, nou ja, van wat er over is. Het water dat valt er een beetje uit. Nou, Thijs die heeft het gezien. Ja. Hij raakt het water, hij schiet echt onder water en hij schiet weer omhoog. Ja. Geen idee waar dit aan lag. Hij is helemaal nat. Het zal waarschijnlijk ook wel binnenin zitten, in dat motortje. Dat denk ik. Nou ja, laten we hem drogen, hè. En mochten we de lucht nog in krijgen, dan zien jullie dat. En anders is het de RIP drone. Ja. Wat heb je, jongen? Een baarsie. En ik denk eigenlijk wel een tangetje nodig te hebben, vrees ik. Ze zijn echt zo ongelooflijk gretig vandaag. En dit is geen kleine creature bait, dat zeg ik nou maar. Jongens, hou die kreeft er eens bij. There we go. Houdoe. Mond open. Ja, nou, weer een mooi baars. Ik schat hem eind 30, begin 40. Op de Carolina rig. Creature bait. Helemaal weggezogen. Even onthaken en dan mag je terug. Let op, dit gaat hem ook nog worden, jongen. Ja. Gewoon zo. Dan ga ik hier heel rustig zitten en pak ik hier voor de kant, pak ik er weer een. Zo. Ja. Oh, dit voelt goed. Hij liep zo mooi weg. Weer snoekbaars. Hoppa mensen, hengel staat krom. Op de GoPro ook nog. Zij zetten nou aan. We hebben op twee vissen gemist hier. En nou komt de derde boven. Ik zag hem weglopen. Heel mooi. Misschien dat jullie het op de GoPro konden zien. Gewoon tik, tik. En ik sloeg aan en hij hangt, jongen. Kijk eens. Op de zijkant. Even.
Hoppa. Juist. Daar hebben we hem. Het is avondtijd, mensen, en de aanbeten beginnen te lopen. We hebben nu drie aanbeten binnen een minuut of 10. Het gaat hard, hoor. Thijs haakt er een en ik haak nu deze jongen. Mooi, 50 centimeter moet hij wel halen. We laten hem weer even lekker gaan. Doe maar, jongen. Dan mag je. Hij gaat een beetje de verkeerde kant op iets. Ik ga mijn best doen, jongen. Ja. Doe maar. Daar. Ja, best wel blij. Daar weer. Brand erop, jongens. Echt niet normaal. Ik drill hier een prachtige snoebaars. Kijk eens hoe sterk ze zijn. Deze gaat misschien wel de 60 in, of niet? Ik heb geen idee. Dit is een mooi vis. Mooi vis, ja. Mooi donker vis. Hij is sterk, jongen. Hij is donker. Hij is gewoon... Oh, ja, meen je dit? Ah! Fuck! Nou, wat gebeurde er? Heb je dat op film staan? Ja. Fuck! Hij schiet gewoon los! Gewoon los! Maar ze liggen er. Dat zijn gewoon goede vissen, hoor. Ze gaan gewoon goede door. Vissen. Ja, gewoon doorgaan. Ja. Beuken er nog één uit. Vis? Lekker, gozer. Weer een jongen. Mooi vis. Ja. Klinkt goed. Klinkt heel goed. Zo. Zo. Oeh, ja, dat is een leuke. Ja, leuke vis. Die zullen we eens pakken. Zo. Eentje. Hopla, wij gaan helemaal lekker. Ja. Tiende vis van vandaag, mooie snoekbaars. Schat hem al ergens in de 50. Mag die weer. En bedankt. De schemer die is helemaal gevallen. We hadden zo net nog een baarsje en een aantal snoekbaarsjes. Wij vertrekken naar de rivier. En dan gaan we eens even kijken of we een paar mooie snoekbaars eruit kunnen trekken. Zoals nu staat, het weer is goed. Een heel klein beetje wind. Een lekker temperatuurtje. Ik zit nu nog in het vest, maar die jas die gaat zo meteen wel aan. Dan gaan we mooie snoekbaars pakken. Beuken! Jullie zien ons in het donker. Zo. Eerste visje van de rivier, mooi snoekbaasje. Ik zat hem 45 zoiets. Gaat hij weer. Zo, daar gaat hij. Visje nummer 3 of zo. Het gaat wel man. Het is echt bizar. Ze pakken de ene naar de andere shed. Nou, en ik denk toch wel een 40 centimeter visje wat hij zo even opklapt. Ja, zoiets wel. Dus een prachtig formaatje, want haken hem en dan... Hoeveel zitten er nu? 16? Oh, weet ik veel. Het gaat hard. We tellen ze zo even na. Ja. Maar ik heb nog niet eens mijn introotje kunnen doen hier. Maar ze gaan lekker. Het zijn prachtvisjes. Yep. Top, man. Yeah. Hoppa. Next. Nou, mensen. Inderdaad, wat Thijs zegt. Next. 3 vissen. Het gaat in, hard. In 5 worp of zo. Echt hard. Visje nummer 18. Thijs de eerste keer laten zakken. Al strakke lijn houden als je hem laat zakken. Echt op een hele dag vissen krijg je soms wel echt meerdere aanbeten zo. En het scheelt toch weer een paar vissen. Toch, gozer. Gaat hij weer. Dames en heren. Einde van de video. Laatste vis vanavond. Nummer 19. Maar wel de ziekste bak. Ja. Ziekste bak. Dikke bak. Ja. Wij houden het voor gezien.
Morgen gaan we weer verder, dus dan zien jullie ons morgen. Hey mensen, hele fijne avond verder. Dankjewel voor het kijken. En we zien jullie allemaal later. Ga je terug, ga terug, ga terug. Oh.